Dat is dan vanaf nu gebeurd. Het organiseren van je applicatie in packages is verstandig en handig. Maar je hebt er wel rekening mee te houden dat die namespaces ook nog behalve de mogelijkheid geven om dezelfde naam te gebruiken in een andere namespace, geven je ook nog zichtbaarheidsrechten. Met name als we kijken naar package private, dan weten we dat als twee klassen, bijvoorbeeld hierboven, twee klassen in dezelfde package wonen, dan kunnen ze aan hun package private methodes en fields. En dat kan van belang zijn en dat betekent dat vaak de zichtbaarheidsgrenzen die je wil bereiken belangrijker zijn als een ander soort ordening. Het is vaak verstandig om klassen die met elkaar samenwerken en intiem met elkaar samen moeten werken, om die in dezelfde package te stoppen. En klassen die alleen maar een bepaalde eigenschap overeenkomen, om die met elkaar in één package te zetten, is niet zo verstandig. Bijvoorbeeld, je hebt wellicht in je project 1 applicatie ook te maken met entiteiten die uit een database komen. Je zou ervoor kunnen kiezen om die entiteiten in één package te stoppen en de controllers die zorgen dat die entiteiten op het scherm vertoond worden in een ander package en een derde package te kiezen voor de database access voor diezelfde entiteiten. Maar dat is vaak niet verstandig, want vaak is het zo dat zo'n entiteit samenwerkt met een controller en ook weer samenwerkt met de database lagen, dan zou het verstandiger kunnen zijn om de entiteit per samenwerkingsrelatie bij elkaar te stoppen. Dat zie je ook in alle packages die in Java zelf gedefinieerd zijn, of zoals hier in JavaFX. Je ziet dat die widgets en die action handlers, die zitten relatief gezien dicht bij elkaar. En als we het over een applicatie hebben, dat cyaan gekleurde deel of lichtblauw gekleurde deel, dat is onze applicatie. Die woont samen met een calc application, dat zal een rekenapparaat zijn, in één package. En die kunnen aan elkaars package private onderdelen en dat kan van belang zijn. In dit klassendiagram zien we bijvoorbeeld dat het interface action handler, wat gedefinieerd is in JavaX, in dit geval geïmplementeerd wordt met behulp van een lambda expressie in deze graphic application. En die graphic application die doet dan iets als op de knop gedrukt wordt. Dus je kunt het zo maken dat een grafische applicatie knoppen heeft, een rekenapparaat heeft knoppen en daarmee kun je rekenen natuurlijk. De cijfers hebben allemaal een knop, de plus, de min, de vermenigvuldig en de deeloperatie hebben allemaal een eigen knop. Er is een gelijkknop en die worden allemaal gemaakt. Hoe kom ik op dat idee? Nou, het staat hier eigenlijk onder. En dit klassendiagram is op dit moment niet zo heel erg goed te lezen. Maar als ik het uitvergroot in een nieuw browservenster, dan zien we dat we hier een compleet klassendiagram hebben. Waarbij er een vererfingsrelatie is. Dat wil zeggen, die calculator application, dat is een application uit de package Java FX application. Een event handler die zit in het package JavaFX event. En die event handler zelf wordt gebruikt door een knop. En de knop zelf die woont in JavaFX scene control. En die event handler die wordt, dat is een interface. En dat moet je in je eigen applicatie implementeren. En in dit geval is ervoor gekozen om dat te doen met behulp van een lambda expressie. En die applicatie die zelf maakt gebruik van knoppen. En die zal bij de opbouw van die applicatie, dus bij het samenstellen, bij het in elkaar steken van de applicatie, zal hij ervoor zorgen dat deze event handler gekoppeld wordt met de knop. Bijvoorbeeld de knop van, een cijfer, een rekenapparaatcijfer, enzovoort. En zo is er ook een result label, dat zal ergens bij die control zitten. En een operatielabel, dat zal er ergens zitten. En er is ook een calculator, dat is dit ding. Dat is een HASA relationship, dat wil zeggen die calculator application, dat is eigenlijk een GUI. Je maakt gebruik van die calculator, die houdt je ook vast in een field. En die calculator output zelf, die weet, oh, ik kan terugpraten. En dat doet hij door via dit interface de tekst te zetten en de resultaat, de operatietekst te zetten, bijvoorbeeld plus, min, maal, gedeeld door. En het resultaat van de berekening of het resultaat van de invoer, op een display te zetten. En doordat deze calculator applicatie dat implementeert, kan de calculator terugpraten naar de calculator applicatie en daarmee ervoor zorgen dat
dat die applicatie, deze GUI-applicatie, ook iets op het scherm kan vertonen. Zonder dat die calculator zelf afhankelijk is van een of andere grafische implementatie. Dit ding kan eigenlijk compleet zelfstandig werken en getest worden. En als je hem wilt zien werken, dan moet je op een andere manier zorgen dat je de resultaten ziet. Maar het betekent ook dat je dit stukje apart kunt realiseren, apart kunt testen en daarmee ook automatisch die kwaliteit kunt aangeven. Er zitten nog een paar andere dingetjes in. Die heb ik in het klassendiagram nog niet genoemd. In de vorige les, ja, les 10, hadden we het ook moeten hebben over enums, want dat staat in het in part 10, in dat hoofdstuk. Hier zie je een voorbeeld ervan. In deze rekenmachine hebben we een viertal operaties en het symbolen. De plus met een plus teken en de min met een min teken en de times met een maal teken en een divide met een gedeeld door teken. En dat zijn ook weer dingen die voorkomen op ons rekenapparaat. En hier is gebruik gemaakt van het feit dat we maar vier van deze operaties hebben. En die hebben we dan vervolgens gestopt in een enum. Gaan we vandaag niet verder op in. Komen we misschien nog wel tegen in een volgend voorbeeld. Maar nu even niet, omdat we nog wat meer dingen te doen hebben. We willen namelijk zo meteen ook met andere zaken om kunnen gaan. Gaan we even terug naar de lesvoorbeeld. De lestekst. Dus complexere klassendiagram heb ik verteld. Maar ik ga misschien een beetje te snel. Heeft iemand hier nog een vraag over? Wees niet bescheiden. Als je vragen hebt, stel die. Alleen maar fijn. Zo te zien heeft dan niemand een handje omhoog. Dan gaan we simpelweg en simpelweg door. Oké. Een volgend onderdeel wat we moeten behandelen, omdat we zometeen ook files gaan behandelen, zijn de zogenaamde uitzonderingssituaties of zoals het in het Engels heet, exceptions. En exceptions die komen in een hoop talen voor. Ze zijn bedacht in tijden van zover ik weet C++. Misschien nog voor die tijd, dat wil ik even kwijt zijn. En ook in Java is het model zoals dat in C++ gehanteerd is overgenomen. En wat exceptions doen, is niks anders dan ervoor zorgen dat je een bepaalde uitzonderingssituatie op een relatief elegante manier kunt behandelen. En zo'n exception is het beste te begrijpen door dat ook oorspronkelijk weer naar die naam uitzonderingssituatie te brengen. Er gebeurt iets wat je niet verwacht. Wat een uitzondering is. Wat een exceptioneel is in de uitvoering van je programma. En door dat mechanisme te gebruiken, kun je je programma schrijven alsof het alles oké is. Dus stel maar voor, je moet een brood halen, je stapt op de fiets, je gaat naar buiten. Je rijdt naar de bakker, je stapt dan naar binnen, je bestelt je brood. Het brood wordt voor je gesneden als je dat gesneden wil hebben. En dat is de meest gang van zaken. Je betaalt en gaat naar huis en dat is de normale gang van zaken. Er gebeurt helemaal niks bijzonders. De uitzonderingssituatie kan op alle momenten voorkomen. Hè, bijvoorbeeld, het regent dat het te moord stikt en je wil niet verder fietsen zonder nat te worden. Dus je gaat terug naar binnen. Dat is de eerste reden waarom je deze actie zou kunnen afbreken. Je merkt ook dat je dan vervolgens de rest van het verhaal niet afmaakt. Een tweede zou kunnen zijn, de straat is opengebroken. Dus je moet een andere route fietsen. Dat is ook weer een uitzonderingssituatie. Je gaat dan niet op je normale route verder. Je wijkt dan af van die route. En je gaat dan op een andere manier naar de bakker. Of wellicht helemaal niet meer. Een derde uitzonderingssituatie. Je wordt van de fiets gereden. Nou, dat is heel, heel pijnlijk en vervelend. Maar zo waarschijnlijk zul je dan de bakker ook wel verlaten voor wat hij is. Het belangrijke in deze les is, deze lijn van verhaaltjes is. Op het moment dat de uitzondering optreedt, gebeurt er verder niks meer. Alles wat je van tevoren uitgeschreven hebt, uitgeprogrammeerd hebt, dat hele plan, wat je zo in een programma kunnen zien, daar wordt niks meer verder van uitgevoerd. Op het moment dat de uitzondering optreedt, ben je daar weg. Dan word je onmiddellijk uit die code weggestuurd. Eens kijken of ik dat op de een of andere manier kan laten zien. Ja, dat kan ik hier zien. Nou ja, jullie hebben vast wel eens een keer een nullpointer exception gezien in je eigen code, omdat je iets vergeten was, een ding te definiëren of te valideren. En hier heb ik dan een voorbeeldje daarvan. Hier heb ik een methode die produceert, die kan een nulwaarde produceren, dus er kunnen nul uit terugkomen.
En als je zonder meer die nulwaarde gebruikt om daarvan een field op te vragen of een methode aan te roepen, dan krijg je een nulpointer exception. Als dat optreedt, in dat geval, dan zal Java, de Java Virtuele Machine ervoor zorgen dat je niet verder komt dan dit statement. Je wordt onmiddellijk weggestuurd uit dat statement en de rest van het programma, de rest van je plan, dat wordt niet meer uitgevoerd. Dus deze volgende lijn, die wordt niet meer uitgevoerd. En dat is ook een van de methodes om te testen of je exceptions ook op de juiste plaats geworpen worden. Je gaat simpelweg kijken of de volgende statement nog uitgevoerd wordt. Als die volgende statement nog uitgevoerd wordt, dan betekent dat de exception niet opgetreden is. Als die exception wel opgetreden is, dan wordt dat statement niet meer uitgevoerd. Exceptions zijn in principe een hele redelijk nette oplossing voor een probleem wat je anders zou hebben als je geen exceptions zou hebben. Er zijn programmeertalen, als je vroeg gaat kijken in de tijd, denk jaren 80 vorige eeuw, heb ik nog bewust meegemaakt. Als je dan zoiets wilde doen als een bestand openen en vervolgens de informatie, de naam van dat bestand wil opvragen en dat bestand dan wil openen en vervolgens de informatie in dat bestand wil lezen enzovoort enzovoort. Als je dat wil doen zoals het eigenlijk zou horen, dan zijn al die methodes die leveren een of andere waarde op. Die leveren een resultaat op. Bijvoorbeeld een formaat. De status is oké. Okay. Of een file handle is open. De tekst kan gelezen worden. Of de file handle wordt gesloten aan het einde van de actie. Je ziet dan dat je een vrij diepe nesting, en dit is nog maar tamelijk mild, een vrij diepe nesting krijgt van if-then-else statements die allerhande zaken moeten afwachten. En als je datzelfde opschrijft met behulp van exceptions, dan begin je simpelweg vooraan. Je maakt een pad, je doet dan een form, je maakt de file open en dan vervolgens maak je de file handle open. Dan ga je aan het lezen en als je klaar bent, dan ga je de file afsluiten en that's it. Dan hou je van dit hele zaakje nog iets van 4 of 5 regels over. En je merkt ook al dat het programma daardoor compacter wordt. Je hoeft minder te schrijven, je hoeft ook minder allerhande mogelijke zijpaden te bewandelen. In veel gevallen, gelukkig, is dat oorspronkelijke plan wat je hebt, gewoon aan de bakken fietsen, thuis op de fiets, in het jas aan misschien, op de fiets stappen en naar buiten rijden, de straat over, de straten afrijden, de route bakker, bakker binnen, brood kiezen, laten snijden, betalen en weer weg naar huis. Dat simpele plan met een aantal opeenvolgende stappen kan uitgevoerd worden. Mocht er iets fout gaan, dan wordt op de plaats waar het fout gaat, wordt je programma afgebroken. En dan kunt het programma de eventuele fout situatie afhandelen. Of in ieder geval melden wat er fout gegaan is en daarmee omgaan. Dat is eigenlijk in kort gezegd het exception mechanisme uitgelegd. En wat we van exceptions nog meer kunnen zeggen, het is net als alle handelende dingen in Java, zijn het ook simpelweg klasses. En er is ook een klassendiagram van te tekenen. En dit is een incompleet klassendiagram van exceptions, want dit zijn ze lang niet allemaal. Maar het belangrijkste staat er wel in. Op de eerste plaats, de oerklasse van alle exceptions, dat heet throwable. En dat klinkt naar iets waar je mee kunt gooien. En dat moet je tamelijk letterlijk opvangen. In Java zijn de enige dingen die je kunt gooien, dat wil zeggen throw, zijn throwables. Dus alles wat erft van throwable. Met de objecten kun je niet gooien. Als je dat probeert, zal de Java compiler zeggen, dit is not throwable. Nou, vanaf throwable en omlaag is alles gooibaar. We hebben een klasse waar je niks aan kunt doen, een error. Bijvoorbeeld het programma is niet te vinden, of de virtuele machine is op een of andere manier kapot, of er zijn andere zaken zoals geheugen is uitgeput. Dat zijn allemaal errors, daar kun je helemaal niks aan doen. Vervolgens is er een aantal exceptions die optreden op het moment dat je het eigenlijk niet verwacht. Bijvoorbeeld nullpointer exception. Meestal betekent een nullpointer exception een programmeerfout. En dat heeft de programmeur ook niet verwacht. Maar als die optreedt, dus als je een nul referentie wilt dereferentiëren, dus als je via dat ding een field of een methode wilt benaderen, dan zul je een nullpointer exception krijgen. Maar ook zoiets als je probeert buiten een array te gaan, dat is ook een programmeerfout, of een illegal argument exception, die geeft een parameter door aan een methode en die methode lust dat niet. Of je hebt een rekenfout, bijvoorbeeld delen door nul is het bekendste voorbeeld. Dus er zijn er meer, dat zijn deze gele dingen, die kunnen optreden op elk willekeurig moment.
Je trekt er ook geen plan voor. Die komen voor, meestal als gevolg van een programmeerfout, omdat je ergens niet aan gedacht hebt. En die kunnen dus op elk moment, willekeurig moment optreden. De roze daarentegen, dat zijn de zogenaamde exceptions en de kindklassen daarvan. Dat zijn de zogenaamde checked exceptions. En die checked exceptions betekent, als je een operatie doet in Java waarbij die operatie een checked exception kan gooien, dan moet je er op de een of andere manier mee omgaan. Twee dingen kun je dan doen. Je kunt die exception vangen. En die throwables kun je niet alleen throwen, maar ook vangen. En dat heet catch. En als je dan zo'n throwable gevangen hebt, kun je die vervolgens inspecteren. Je kunt dan kijken wat is bijvoorbeeld het bericht wat erin zit. Er zit vaak een message in. Het kan zijn dat dit niet de eerste fout is die opgetreden is, maar dat er een ketting van fouten is. Dan kan er dus nog een andere throwable in zitten die meer details geeft over de feitelijk opgetreden fout. En wat nog meer? Je kunt je dus catchen. En dat is de ene manier van afhandeling. Vaak is het echter zo dat je zelf niet weet wat je met die exception aan moet. Om de simpele reden dat je weliswaar naar die exception zou kunnen kijken, maar het probleem niet kunt verhelpen. En dan is het vaak zo dat je die exception simpelweg kunt doorgooien. En dat doe je door een throws clause aan je code toe te voegen. Een throws clause aan je code. Even kijken, heb ik dat hier ergens staan? Nee. Maar een throws clause aan je code toevoegen betekent niks anders dan dat je je methodedefinitie, bijvoorbeeld file open, uitbreidt met aan het einde, dus na de laatste ronde haak, throws en dan een of andere exception. Ik zal dat misschien even in Java voordoen. Of in de, even kijken. Ja. Ik zal dat hier in voordoen. Even zorgen dat ik mezelf niet in de war breng. Dan zet ik hier een demo voor. Dan is het iets. Oeps. Oh, dat gaat niet. Zo, nou ziet het er iets beter uit. Ik zal het hier voordoen. Ik weet niet of ik het straks opgemerkt heb, maar in een beetje professioneel oogend Java-programma zul je altijd packages gebruiken. Hè? Ik heb straks gezegd wat packages zijn. En hier zie je in NetBeans hoe zo'n package eruit ziet als er nog niks in zit. Dan is het zo'n grijs dingetje dat lijkt op een directory. En eigenlijk technisch gezien is het ook een directory. Daar kan ik een klasse in maken en laat ik daar een simpele eerste demo-klasse in maken om checked exceptions te laten zien. Laat ik dat ding demo 1 noemen. Ja, en in deze demo 1 ga ik een programmaatje maken, PSVM, en ik ga daar simpelweg een exception in gooien. Kijk wat er gebeurt. Dus throw new exception. Dan moet ik het wel goed schrijven. Exception. Dat kan ik anders doen. Uit. Zo, new exception. Ik moet dat ding wat meegeven. Dat is een of andere bericht, hè? Een message. En wat gebeurt er nu? Dan zien we dat die compiler dat helemaal niet fijn vindt. Die zegt van, hé, dat is een exception. En die exception is van de soort roze in het klassendiagram van net. Dat is een checked exception. En dat betekent dat je op de een of andere manier daarmee om moet gaan. Als ik daar naar wijs, dan zie je dat de IDE daar twee mogelijkheden heeft. De ene is add a throws clause voor Java lang exception. Dus een throws clause voor deze exception. Laat ik dat eens doen. Dan zie je dat aan de methode waarin deze exception gegooid wordt, een throws clause wordt toegevoegd. En voor de main methode mag dat. Je kunt altijd een throws clause toevoegen, dat is geen enkel probleem. Daarvoor verandert het opzoeken van de methode niet. De andere mogelijkheid is die exception opvangen en er zelf mee omgaan. Dus ik ga even deze wijziging terugnemen. En dan ga je nu de andere mogelijkheid kiezen, namelijk surround statement with a try catch.
En je ziet nu dat er wat toegevoegd wordt. Dit is het oorspronkelijke statement. En er is voorgezet try met een accolade openen. Het is dus een soort blok. En een accolade sluiten met de achter catch. En het specifieke type van deze exception. Het specifieke type van die exception kun je dan opvangen. En dan heb je in dit blok, dat begint op regel 16 en eindigt op regel 18, heb je deze exception tot je beschikking. En daar kun je iets mee doen. Die kun je, hier gebeurt van alles en nog wat. Maar je zou ook zoiets kunnen doen als exception.print stack trace. Even kijken wat die nou zegt. Ja, dat lust hij. Als ik dit programmaatje zou laten lopen. En dus ik behandel de exception in dit geval zelf. Ik zou dit programmaatje laten lopen. Kijken of die dat lust. Ja, dat wil die wel laten lopen, denk ik. Dan file. Dan zie je hier zo meteen de uitvoer van, van dit simpele programmaatje. En dan zie je dat die stack trace uitgeprint wordt. En als we het over stack trace hebben, is het toch wel aardig om daar nog wat verder in te gaan. Je ziet hier dat in dit voorbeeld die stack trace precies één regel bevat. En ook nog een regel middels onze broncode. Als we daar in de IDE op klikken, dan komen we precies op de plaats uit waar die stack trace opgetreden is. En wat je in zo'n stack trace zult zien, is de omgekeerde aanroepvolgorde van de methodes die je hebt. De laatste aanroep, de hoogste methode, dat is degene die die exception gegooid heeft. Maar daaronder zou ook een andere methode kunnen zitten die door deze is aangeroepen. Laat ik dat even voordoen. Ik ga hier een methode aan toevoegen. Die noem ik simpelweg M. Ik ben erg blij vandaag. Maar ik laat die methode wel een exception gooien. Throws exception. Ja, en ik doe dat simpelweg door deze exception te verpoten. En hier deze methode aan te roepen. Oeps. En even kijken, wat gaat daar nu fout? Ja, dat komt. Dat komt omdat ik in de statische context van main geen niet-statische methode aan mag roepen. Nou, weet je wat, ik doe het anders. Ik wil toch graag object-georiënteerd werken. We doen hier new demo. Oeps. Demo 1. En daarop roepen we op dat nieuwe object, daarop roepen we die methode M aan. En dat gaat wel. Dus ik heb een nieuwe demo 1 gemaakt, dus een instantie van deze klasse. En op die instantie roep ik deze methode aan. Als ik dat ga doen, dan zie ik, even wachten natuurlijk, dan zie ik dat hier twee regels heb staan. De bovenste regel is de regel waarin de exception opgetreden is. Dus op deze plaats treedt die exception op. Daar is dus de reden van die exception. En daaronder zie ik een tweede regel staan. Dat is de regel van de methode. De andere plaats waar de eerste methode is aangeroepen. Dus dit zou je kunnen beschouwen. En dat lijkt ook vrij letterlijk wat er bedoeld is. De stapel van aanroepvolgorde. De bovenste is de plaats waar de exception optreedt. En die bovenste is aangeroepen door degene die daaronder ligt. En die is dan aangeroepen door degene die daaronder ligt. Enzovoort enzovoort. Om dat aan te tonen, maak ik er toch een methode bij. Maak er gewoon simpelweg een methode bij. En die noemen we M2. En deze roept die M2. En als we dit programma nog een keer gaan aanroepen, dan zul je zien dat die stack 3 hoog wordt. Bovenaan staat M2, dan M en dan main. Als het goed is. Dus zoals je ziet, M2 ligt, dat is de ding waar de exception optreedt, staat bovenaan. Enzovoort, enzovoort. Het feit dat die stack trace heel vaak vertoond wordt, met name als je programma's aan het testen bent, maar soms ook onder runtime, daaruit kun je zien welke delen van jouw programma zijn. En als de IDE delen van jouw programma kan terugvinden in relatie tot de broncode die je hebt gemaakt, dan zul je in dit venster ook op die regel simpelweg kunnen klikken. Ze hebben dus een aparte kleur. Soms is het voor de IDE en van de compiler en de runtime ook niet duidelijk hoe het allemaal in elkaar zit, en dan wordt die stack trace heel erg lang en groot. Dan is het vaak eens een kwestie van geduldig zoeken totdat je de relevante regels gevonden hebt, en dan kijken wat dat nou te maken heeft met de feitelijke fout die opgetreden is.
Door exceptions te veroorzaken, leer je die stack traces te interpreteren. En dat kan heel erg nuttig zijn, want daardoor kun je jezelf helpen als er een keer een dergelijk probleem optreedt. Bijvoorbeeld, de meest gemaakte fout van een programmeur is een nullpointer exception. En voor jezelf nagaan waar die nullpointer nou precies veroorzaakt wordt, dat kun je aan de hand van die stack trace heel eenvoudig doen. Oké, dat is wat ik wilde vertellen over exceptions. En dan gaan we naar misschien het interessantste deel van de les. En dat is... ik moet nog één ander dingetje vertellen, want anders vergeet ik dat. Omdat exceptions vooral ook optreden wanneer je I/O pleegt en gebruik maakt van de resources van de computer, zoals het filesysteem of file handles of database connections of netwerk connections. Dat zijn dingen die allemaal relatief schaars zijn. Je kunt niet oneindig veel files hebben en zeker niet oneindig veel files open hebben. Want elke open file kost bijvoorbeeld een hoeveelheid geheugen en dat wil je niet tot een oneindige door laten lopen. Al die dingen noemen we gezamenlijk resources. En als je een resource hebt en wil gebruiken, dan zullen er ook vaak exceptions bij optreden. En die combinatie die is herkend. En dat betekent dat met behandelen van de exceptions en het gebruik van resources, die combinatie is gemaakt door gebruik te maken van het mechanisme wat heet try with resources. Dat wil zeggen, in plaats van het try-blok zoals dat hier in dit stukje tekst staat, daar simpelweg alleen maar try neer te zetten, kun je in twee ronde haakjes voor de accolade, kun je ook aangeven welke resources je gaat gebruiken in dat try-blok. En als je dat doet, dan zullen die resources tijdens dat try-blok ter beschikking staan. En aan het einde van dat try-blok, als alles goed is, maar ook als iets fout gaat, zullen die resources netjes weer worden vrijgegeven. Dus een netwerkverbinding die wordt netjes afgesloten, een file wordt netjes afgesloten en andere zaken die afsluitbaar zijn, auto-closable heet dat in Java-termen, die zullen dan netjes afgesloten worden, zodat je daar zelf niet aan hoeft te werken. En vooral in de uitzonderlijke situaties niet allerhande code moet gaan zitten schrijven, die ervoor zorgen dat alles netjes in de juiste volgorde afgesloten wordt, zelfs als het afsluiten zelf weer een exception oplevert. Dus het is alleszins aan te raden om die try-with resources methodiek te gebruiken. Even kijken wat had ik hier nog meer opgeschreven. Die driver resources kun je gebruiken op het moment dat een klasse het auto-closable interface implementeert. En dat auto-closable interface is heel simpel. Dat betekent er is een methode die heet close. En die levert niks terug en die neemt ook niks mee. Dus simpelweg een close methode implementeren. En of vervolgens natuurlijk die close methode het eigenlijke werk te laten doen. Kun je een auto-closable definiëren. Een voorbeeld daarvan zit hem in deze mogelijkheid om een tekst te lezen. Dan gaan we dat ook maar simpelweg doen. Ik ga deze code simpelweg bieden. Hupsakee. En ik ga dat eens even kijken. Ik ga dat in mijn hoofdprogrammaatje poden van net. Dus dit hoofdprogrammaatje van net, dat is niet meer zo interessant. Maar ik weet je wat, ik maak er een tweede bij. Dat is wel zo leuk. Nieuwe Java-klasse. Ik noem het demo 2. En ja. En in die demo 2, daar gebeurt het een en ander. Dat moet ik even weggooien. PSVM. Hoppakee. Plak het spul erin. En nu zie je dat, dat ik een stukje code gekopieerd heb vanuit de browser. Dit is correct, Java. Het enige wat daar aan ontbreekt is dat de import statements die je nodig hebt, dat die zijn nog niet gebruikt. Die heb ik nog niet ingevoerd. Hier moeten nog een zwik import statements komen te staan. Onder andere path en stream en files en IO exception en logger en readfile en level. Dat zijn alle imports die erbij moeten komen. Die kun je natuurlijk allemaal apart aanklikken. Maar ik heb me tegenwoordig de gewoonte gemaakt om Ctrl-Shift-I in te klikken, in te typen. En dan vervolgens te accepteren wat het ding zegt. En in de meeste gevallen heeft hier een mogelijkheid. Daar kun je kiezen. En hier kun je ook kiezen. Maar al die anderen, daar weet hij van wat er mee bedoeld is. En ik kan het even een klein beetje groter maken. Waarom dit hier staat, weet ik even niet. Maar dat, jawel, dat weet ik wel, denk ik. Dat komt omdat deze readfile hier nog niet bestaat. En ik denk simpelweg gebiedstep van de website. Dus ga even eerst op instantie dit kiezen. En wat ik hier moet doen is simpelweg deze readfile veranderen
in demo 2, want dat is de klasse waarin ik dit in gedefinieerd heb. Je ziet nu dat ik een heel stukje tekst gekopieerd heb, maar ik ga dat ook één voor één uitleggen. In de eerste plaats de methode pathOf is een methode in het interface path. Dus dit is een interface en die of is een default methode. En die maakt het mogelijk om een pad naar een bestand samen te stellen uit delen. En dat betekent de eerste delen dat zullen device namen zijn, zoals de C-drive of de D-drive bij Windows. Of simpelweg directory namen, zoals dat bij Linux en Macintosh is. Maar het kan ook zoiets simpels zijn als een puntje. Als ik dat pad uit zou printen, dan zal ik sowieso meteen zien dat daar simpelweg zo'n file komt te staan en in de huidige directory. Die file, een beetje mee zit. Nee, ik ga zo meteen zien wat er gebeurt. Dat is alleen maar leuk. Lekker laten ploffen. Maakt dat alleen maar spannend. Dus hier wordt dat pad vertoond. Vervolgens wordt in deze regel 19 wordt een time with resources. De resource is een stream van lines die ik maak met behulp van de methode files.lines met als parameter pad. Wat er eigenlijk gebeurt is die file wordt gelezen, maar dan als een stream van strings. En elke regel in de file is een string in die stream. Dus ik lees die file regel voor regel binnen en met elke regel kan ik dan voor iets doen. Ja, wat er dan gebeurt, staat binnen dat try with resources blok. En je ziet hier dat ik die lines apart heb staan. Met die lines ga ik vervolgens een filteroperatie toepassen. En dat wil zeggen, alle regels die niet beginnen met een hekje, dat ding hier, die accepteer ik. En als ze dan voorbij dit filter komen, zoals bij een streamoperatie, hebben we vorige week gezien werkt, worden die vervolgens doorgegeven aan het volgende station in de lopende band. En dat volgende station in de lopende band, dat eet al die dingen, die streams op en print ze één voor één uit. En dat zou dus betekenen dat deze zaken uitgeprint worden. Mocht er in het hele verhaal iets fout gaan, dan treedt die exception hier op. En dan zal er een bericht uitgegeven worden. Deze logger is een wat complexe manier om informatie aan te geven. Eigenlijk is het hetzelfde als System Out Printline en een Print Stack Trace ongeveer. Komt het ongeveer overeen, dat gaan we zo meteen ook zien. En als dat mocht gebeuren, dan wordt deze file wordt ook netjes afgesloten. En alle rommel die stream wordt afgesloten. En alle rommel die gemaakt is tijdens de uitvoering van dit hele spul, wordt netjes opgeruimd door gebruik te maken van try with resources. Nou, laten we het programma maar simpelweg laten lopen zoals het staat. En ik verwacht nu een IO exception. Omdat de bestand... het verkeerde programmaatje uitgevoerd. Ik moet eventjes zorgen dat ik demo 2 uitvoer. Dus deze run aanzetten. En je ziet dat er, zoals voorspeld, er komt een IO exception uit. En die IO exception is van een meer specifiek type, namelijk een no such file exception. En dat komt precies overeen met wat ik net gezegd heb. Die somfile die bestaat nog niet in de huidige directory. En je ziet dat er een aantal de zaken onder liggen. Daar zitten nog een aantal klassen in die exception opleveren. Dat is een translate to IO exception, retros as IO exception, allerhande dingen. Uiteindelijk zie ik hier ook, ik kan daarop klikken, want je ziet dat allemaal blauw onderlijnd is. Eens kijken wat er gebeurt. Nou, dat... Dat klikken is te veel beloofd, want er gebeurt helemaal niks op mijn machine. Maar ik kan wel naar deze regel 19 gaan, waarin op deze plaats die exception optreedt. Op het moment dat een file niet bestaat bij het openen door deze operatie, door deze files.lines operatie, zal ervoor gezorgd worden dat als die file niet bestaat, dat er een exception gegooid wordt en alle rommel opgeruimd wordt. Nou, dat probleem kan ik relatief eenvoudig verhelpen door dat bestandje er wel neer te zetten. En eens even kijken, dan heb ik hier dat bestandje wel ergens staan. Examples, daar heb ik een template directory gemaakt om die spullen van te kunnen bietsen. Zodat het er niet allemaal in één keer staat tijdens de les, dat is vaak verwarrend. En dat wil ik verplaatsen naar, kopiëren naar examples, demo, en dat is zat. Dan zie ik hier even nog niks, maar ik zie wel dat in de filestructuur van demo, daar staat deze somfile.txt.
Ja, dat is de file. Die zit nu in de default directory van dit project. Dat wil zeggen, die wordt nu gevonden met deze, met dit pad. En als ik nou mijn programmaatje nog een keer uitvoer, dat kan ik wel simpelweg doen door rerun. Dit is de rerun knop. Door daarop te klikken, zal mijn programmaatje nu uitgevoerd worden. En als het goed is, wordt het succesvol uitgevoerd. Je ziet dat er van alles nog wat uitkomt. Dat lijkt moeilijke tekst, maar het is niks anders dan een kopietje van een of ander shell script wat ik ooit een keer gemaakt heb. Dat is dit ding. En je ziet hier dat er een hele hoop regels beginnen met een hekje. Dat is commentaar in deze taal. Dit is shell, de shell taal van Macintosh en van Linux. En ook moderne Windows machines, die kunnen daarmee omgaan als je Linux subsystem voor Windows geïnstalleerd hebt. Of Windows subsystem voor Linux, dat weet ik even niet meer, maar in ieder geval zoiets. Die beheersen dit taaltje uit ook. En die commentaarregels zijn in veel gevallen niet nuttig. En die kun je simpelweg weggooien, omdat de feitelijke code die staat in dit stukje zonder commentaar. En je ziet hier ook dat die lege regels, de regels waar hekjes in zitten, dat die weggegooid zijn. Er zijn wat lege regels, omdat hier in het oorspronkelijke ding ook staat. Ik kan dat bestand wel een klein beetje wijzigen. Geen enkel probleem. Van deze witruimte een beetje reduceren. Dat je iets beter kunt zien dat er inderdaad de sekkel zat. Nog een keer het programmaatje laten lopen. Hetzelfde bestandje is nu aangepast. Zal nog binnengelezen worden. En dan zie je dat aan de bovenkant minder witruimte staat. Dus dit zit direct aan elkaar vast. Dus dat is een manier om daarmee om te gaan. Zoals we gezien hebben dat als het bestand er niet is. Dat kan ik nog een keer weggooien natuurlijk. Dat is net zo makkelijk. Dat is het verkeerde scherm. RM examples demo some file. Als ik het bestandje nu weggegooid, dat zie je dus nu ook gebeuren in de IDE, want die wordt simpelweg bestandje onder de vingers vandaan getrokken. Als ik het programma nog een keer uitvoer, dan zul je zien dat die IO exception, die no such file exception, weer opnieuw optreedt. Oké, dus we hebben gezien wat we met exceptions moeten doen. Die moeten we of behandelen of doorgeven. Als we weten wat we ermee kunnen doen, dan kunnen we die eventueel vertonen of afhandelen. Hier, dit is geen echte afhandeling. Die laat alleen maar zien dat er een probleem optreedt. Stel nu dat ik te lui ben om dit te doen. Ik zeg van nou, ik vind het wel goed met jou. Zoek het maar zelf uit. Betekent dus dat ik geen plan heb om iets met die exception te doen. Dan kan ik weer op dat lampje klikken. En dan volgens de eerste optie te kiezen in dit geval. En dat is Add Throws Clause. En dan zeg ik tegen de main, nou, zoek het maar uit. Ik heb geen zin om die exception te behandelen. Als ik op dat moment mijn programmaatje laat lopen. Zonder dat het bestand er is. Want dat hebben we nu. Even kijken wat er nu gebeurt. Dan zul je zien dat er nog steeds die exception optreedt. Alleen het geleuter wordt een beetje langer. En dat is misschien toch wel leuk om dat gedaan te hebben, want daardoor zie je dat ergens iemand anders dit programma aangeroepen heeft, deze main-methode aangeroepen heeft, en die loopt tegen die exception aan en die doet er dan vervolgens dit mee. Die zegt process exited with an error, een hele hoop geleuter, en dit is de oorspronkelijke exception die opgetreden is, die wordt vertoond. Dus je ziet op het moment dat je die exception zelf niet afhandelt, dan wordt die exception doorgegeven aan degene die jouw methode aangeroepen heeft. En dat kan uiteindelijk betekenen dat die JVM zegt, hé, er is een fout opgetreden, ik stop ermee, ik gooi het programma uit het geheugen, ik stop als JVM zelf ook. En dat is ook precies wat er gebeurt als je een exception hebt die niet afgehandeld wordt. Oké, wat hebben we dan nog te vertellen? Wat hebben we dan? Oeps, foute browser. Deze wil ik even niet. Ga weg jij. Nee, ik ga weg jij. Ik wil in deze browser gaan kijken wat we nog meer te doen hebben. Oh ja, we hebben al iets verteld over het gooien van exceptions. En dat kan ook voor je eigen applicatie wel eens van belang zijn. Bijvoorbeeld, stel dat je een applicatie hebt. Je hebt een postbezorgdienst of een webshop. En je wil dat de gebruikers daar een postcode intypen. En je zou dan bijvoorbeeld kunnen kijken of die postcode geschikt is om daar iets naartoe te versturen. En als we het even simpel houden, dan kijken we naar de Nederlandse postcodes. En die Nederlandse postcodes die hebben allemaal dezelfde opbouw.
dezelfde opbouw is. 4 cijfers, daarna een optionele spatie en daarna 2 hoofdletters. Of 2 letters. 2 hoofdletters is de meest gebruikelijke vorm. Dat is zoals zo'n postcode eruit zou moeten zien. En dat zou kunnen betekenen dat je in je programma een methode inbouwt die validate postcode heet. En daar stop je een string in. En die methode doet helemaal niks als de postcode correct is. Maar als de postcode fout is, dan gooit je een exception. En dat is een mechanisme dat je kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat als jouw programma deze bestelling zou willen aannemen. Bijvoorbeeld beginnen aan het in de database stoppen van al de informatie die de klant aangegeven heeft. Dan zou je op deze manier ervoor kunnen zorgen dat voorkomen wordt dat deze bestelling in de database landt. Want je hebt geen idee waar je ding moet bezorgen. Dus op deze manier zelf je exception gooien. Kan je dan helpen om op een relatief elegante manier op een bepaalde plaats in je programma, validate postcode met daar een string in. Als dat ding doorloopt, dan weet je dat de postcode goed is, dan kun je daar postcode dingen mee doen. En als die exception optreedt, dan weet JVM, oh, op deze plaats moet het programma stoppen, want alles wat ik daarna doe, dat levert alleen maar problemen op. Op die manier kun je zelf ook in je exceptions gooien en daarmee ervoor zorgen dat je programma wat simpeler wordt. Hè? Dan is het bestellen, het halen van een brood bij de bakker, is wat een simpele beschrijving van de reis. En als er onderweg wat fout gaat, dan wordt op de plaats waar het fout gaat, wordt de reis onderbroken en wordt uiteindelijk dat brood niet besteld. Of gekocht of gehaald. We hebben al een klein beetje gedaan aan het stukje lezen van files. Daar hebben we een voorbeeld van gezien. We hebben ook al het omgaan met exceptions en het zelf genereren of gooien van exceptions laten zien. We gaan nou eens kijken naar het lezen van files. En dat is eigenlijk het staartje van deze les. En dit gaan we simpelweg met de hand uitwerken. Dus die ga ik in mijn demo projectje pakje maken. Ik wil zo meteen een file lezen. En die file die bevat studenten. Dat is wat ik al van tevoren ga verraden. En die studenten, die hebben daarvoor is natuurlijk ook weer een klasse gedefinieerd. En in die klasse zijn een aantal velden gedefinieerd. En die velden, die moeten een bepaalde waarde hebben. En ik wil die file lezen met behulp van het mechanisme wat ik eerder vertoond heb. En dat doe ik, als ik het zelf moet doen, doe ik het altijd zo. Dat wil zeggen, ik gebruik altijd sinds Java 7 of 8, nee 8. Gebruik altijd files.lines en daarna zeg ik welke regels ik wil accepteren. Vervolgens hak ik die regel op in de deeltjes die ik wil gebruiken en vervolgens door wil geven aan de volgende station. En dat volgende station kan van die deeltjes een object maken. Bijvoorbeeld een student in dit geval. En als ik vervolgens daar een student van gemaakt heb, dan wordt er een transformatie gemaakt van een array van strings, dat gaan we zo meteen zien, naar een studentobject. En dat is daarna dus een stream van studentobjecten. En die kan ik vervolgens in een lijst stoppen. En dan heb ik uiteindelijk een lijst, een array list in de meeste gevallen van studentobjecten. En op dat kunnen we doen. Wat ik ook nog heel even wil laten zien is dat stel dat je zelf ook deze stijl van programmeren wil gebruiken. Dat wil zeggen, je wil een operatie doen en dan puntje een volgende operatie en dan puntje volgende operatie en puntje volgende operatie. Dat heet fluent programming, of fluent stijl van programmeren. Dat kun je zelf ook doen. Het is verrassend simpel om dat te realiseren. We gaan dat ook doen aan de hand van deze studentklasse en die ga ik simpelweg kopiëren in mijn project vanuit dat template, zodat hij in één keer opduikt. Dat studentobject is, daar is helemaal niks spannends aan. Dus dat pleur ik hier simpelweg in. Moment, dat is dan copy, example, of, weet je wat, ik ga naar de example directory. Copy template source main java part 11 student .java. Dat zet ik in de demo neer. En dat doe ik even zo. Als je een beetje met de commando regel kunt omgaan, is dat wel zo handig. Dan zie je dat hij dus van de template naar de demo directory dat hele directory structuurtje gekopieerd heeft. Dus ik hoef al die spullen niet nog een keer in te typen of te completeren. Dan zie ik hier dat ik een studentobject heb staan. Nou, hier heb ik dat komt zo meteen. Hier wil ik even laten zien dat ik zo'n ik heb hier jammer genoeg geen fluent interface ingebouwd. Want ik heb al deze methodes final gemaakt. Maar laat ik dat even doen voor bijvoorbeeld de achternaam. Stel even dat iemand wil zijn voor- en achternaam wijzigen. Over het leven, dat mag.
Tegenwoordig is dat allemaal legaal. De gender zou ook kunnen veranderen als ik dat zou willen, maar dat gaan we nu even niet doen. En dat betekent op het moment dat ik twee fields heb gedefinieerd die wijzigbaar zijn, kan ik daar ook setters voor definiëren. En dat zijn die first en last name. En laat ik die allebei selecteren, dan krijg ik hier dus twee setters te staan. En dit zijn de klassieke setters die void teruggeven, dus niks teruggeven. Maar als je dat ding een student object laat teruggeven, en ook dit ding een studentobject laat teruggeven, kan ik op dat studentobject wat terugkomt, kan ik onmiddellijk de volgende methode aanroepen. Ik moet er natuurlijk dan wel voor zorgen dat ik een studentobject teruggeef. Nou, dat had ik al, want this is een studentobject. This is een studentobject en dat heb ik er twee keer nodig, want ik heb twee van deze methodes gemaakt. En op die manier kan ik dus een studentobject maken. Ik laat dat even hier. Even te veel knoppen ingedrukt. Bijvoorbeeld, ik kan hier ook een maintje in stoppen. Wat even voor de demo. PSVM. Student. Sam is new student. Hoppakee. En dan moet ik daar een getal neerzetten. 1, 2, 3, 4. Naam, speed. Dat is de. Dat is de achternaam. Puck is de achternaam. Piet is de voornaam. Dan heb ik het toch nog verkeerd omgedaan, maar dat moet niet zo erg. Loop update minder, dat is wel erg lang geleden. Laten we daar vandaag van maken. En het geslacht, dat moet een string zijn. Ja, de geslacht is ook een string. Dat gaat niet lekker. Daar laat ik dan het geslacht mannelijk voor kiezen, want dat lijkt me bij Piet wel passen. En dat is het geslacht. En nou stel nou, dit is de standaard constructor. En hoe kan ik hier alsnog achter zetten, set first name. Laat ik hem dan toch maar Jan noemen. En de andere variabele die ik kan zetten is last name. Peters. Jan Peters met drie E's, zeggen we dan. En dus op deze manier kan ik dus een fluent interface heel makkelijk zelf simuleren. Door simpelweg een get in alle setters. Niet void terug te geven, maar het object waar je mee bezig was. En op die manier kun je al die dingen netjes aan een ketting aan elkaar rijden. Dus wat dat betreft is wat hier feitelijk gebeurt in deze operaties, dat filteren voor each. Dat betekent simpelweg het object waar je mee bezig bent wordt teruggegeven. Of een object waar je dan vervolgens methodes aan kan roepen. In dit geval komt er een stream in, er komt een stream uit. Dus wat die filtermethode doet is dezelfde stream die binnenkrijgt teruggeven, maar alleen die elementen die niet bij het filter passen, eruit te gooien of te verwijderen. Eigenlijk tegen te houden, daar komt het op neer. Oké, wat was ik aan het doen? Ik heb dus hier mijn studentobject, dat hebben we intussen gemaakt. Daar heb ik wat rommel ingebouwd, laat die rommel er ook even, laat maar zitten. Kan ik straks misschien nog gebruiken bij de volgende les. En wat wilde ik verder? Ik wilde verder dat ik die studenten uitlezen uit het bestand. Ja. Dat gaan we. Hoe heet dat ding? Dat ding heeft een nieuw programmaatje, demo 3. Oké. Even weg. Ik wil daar een hoofdprogramma in hebben, PSVM. Ik wil zo meteen een pad hebben. En kijken. Een pad hebben van een filenaam. Dat gaat niet lekker zo. Zo wel. Een pad hebben. Path. P is gelijk aan path.of. En de makkelijkste manier is simpelweg de naam van de file te geven. Students. Dit is een comma separated file. En op deze manier kan ik dat dus aangeven. Nou, oké.
een pad definiëren gaat zonder probleem, maar dat is niks anders dan de transformatie van de ene karakter of ene formaat in het andere formaat. Maar ik moet wel even mijn import in orde maken, dus Ctrl-Shift-I. Dan komt een pad import erbij. En ik kan dat pad ook al uitprinten, hè? Als ik dat zou willen, dan kan ik dat pad uitprinten. En laat met het programma maar eens lopen, kijken wat dat pad oplevert. Nou, dus demo 3 aan selecteren. En dan vervolgens dit ding selecteren. En hoppata. Dus demo 3, laten we lopen. Je ziet dat dat pad niks anders is dan student.csv. Niks schokkends, er gebeurt dus helemaal niks bijzonders. Maar Java weet nu wel dat dit een gevalideerd pad is en daarmee om kan gaan. En dat op de juiste manier kan interpreteren. Overigens, ik kan wel even laten zien wat er zou kunnen gebeuren als je daar bijvoorbeeld het puntje wat ik in een eerder voorbeeld heb staan toevoegt. Wat er dan gebeurt als je het pad, als je dan daar een pad van maakt, dus je hebt punt, comma, students.csv, dan zie je dat er komt te staan punt slash student.csv. En in Unix-land, in Macintosh-land, in Linux-land, maar ook in Windows, betekent dat niks anders dan in de huidige directory kijken. Het relatieve pad van de huidige directory kijken en dan bestand dat student.csv heet. Dus wat hier gebeurt is heel erg eenvoudig te begrijpen. Nou, wat we met dit pad willen is, we willen met dit pad een file in gaan lezen. Die file heet dus students.csv. En dat gaan we met een try met resources methode doen. Dus we schrijven eerst try, dan twee ronde haakjes en twee accolades. Dat is dan al heel makkelijk. En wat we gaan doen, we gaan van... We gaan die files.lines inlezen, maar ik ga dat even lui doen. Dat wil zeggen, dat hoop ik dat ik kan voorkomen dat ik typfouten maak. Ik doe dit. Ik schrijf op files.lines en zet daar simpelweg een puntkomma achter. Dan zie je al dat er een importfout gaat. Dus even kijken. Die files.lines methode die heeft een pad nodig. Dat zal dit dingetje zeggen. Dat rode ding zeggen. Je ziet als het goed is, no suitable method found. Je vindt wel een methode die een paard en een carset heeft. En dat laatste heb ik dus nodig. Dus ik moet deze lines methode een p meegeven. Een path meegeven. En dan zal die zeggen, oké, dat kan. Maar, let even op. Je moet daar wel een throws clause bij zetten. Dus hierboven throws toevoegen of een try catch blok. Of een try catch blok met om het hele blok codeblok. Dus vanaf de regel 13 tot en met onderaan. Laat ik dit niet doen en laat ik deze kiezen. Dan krijgen we dit. Hè. En dat wil zeggen, dat is mijn try blok, maar dan zonder try with resources. Wat ik moet doen, is dit stukje, deze regel, hier tussen ronde haken zetten. En de puntkomma heb ik dan niet nodig. Wat gaat er nu fout? Ja, bijna. Bijna. Ik wil namelijk dat ik de waarde die geproduceerd wordt door deze aanroep, files.lines met path als variabele, dat levert wat op. En om dat te zien, Alt-Enter, assign return value to new variable, dan komt daar een variabele naam bij te staan. En dat hele spul kan ik in mijn try with resources stoppen. Want de resource waar we het hier over hebben, dat is mijn stream. Een stream, dat had ik denk ik al in de rest gezegd, is auto-closable. Dus dat is zo'n ding wat je in een try with resources kunt gebruiken. Vervolgens kan ik die lines lezen. Of filteren. En dan moest ik even kijken, wat moest ik ook allemaal filteren? Ik moest filteren op... die regel moet beginnen met een nummer. Dus een filteroperatie, filter. En wat in die filteroperatie binnenkomt, is een filter van op streams. Een stream van strings. Dus elk element op dat binnen het filter langskomt, is een string. Nou, dan moet ik dus s.starts with... Hier zou ik kunnen zeggen, start met een cijfer. Maar dan zou ik alle 9 cijfers moeten opvoeren. En dat is iets wat ik niet wil. Laat ik in eerste instantie maar eens de regels accepteren waar geen hekje in staat. En dat hebben we al in een eerder voorbeeld gezien. Dus dat eerste filter is starts with. En dat zou dan de string hekje zijn. Elke regel die niet begint met een hekje, die accepteren.
Als ik hier naar achter ga staan, dan zie ik dat ik nog steeds een stream van strings heb. Omdat die lines is dat en die filter verandert niks aan de stream, maar wel aan de inhoud van de stream. Dus de type soort blijft gelijk. Nou zou ik vervolgens dat ding willen opdelen. Zodanig die regels die ik binnenkrijg, die wil ik geschikt maken om daar studentenobjecten van te maken. En mijn aanpak is in alle gevallen om daar een array van strings van te maken. En dat gaat heel eenvoudig. De operatie die je toevoegt is een type transformatie. Je gaat van een string naar een array van strings. En dat kun je doen door op die string een split operatie toe te passen. En die split operatie neemt een parameter en dat is een reguliere expressie. Dit even naar beneden zetten. Dat is, zie ik dat ik hier een stream van objecten heb staan. Ik moet daar een reguliere expressie in neertypen. En de eenvoudigste daarvan is, ik weet toevallig dat die student.csv file dat een comma separated file is, maar de scheidingsteken is een puntkomma. Dat is niet anders. Als ik dat dan neerzet, dan is dit al de juiste reguliere expressie om op dat element te selecteren. Stel nu dat ik ook fijn vind om die teksten uit te lijnen, dan zijn de lange namen en korte namen die leveren dan een onoverzichtelijk lijnbeeld op. Stel ik de witruimte voor en achter die puntkomma ook wil wegnemen, dan kan ik dat aangeven door een white space, dat is een S met twee slashes ervoor te accepteren. Maar dan voor willekeurig aantal, dus ook geen enkel. En zelfs achter die puntkomma accepteer ik ook een willekeurig aantal spaties. En als ik op die manier die regels split, dan krijg ik dus regels die opgedeeld zijn in alles wat gescheiden wordt door lege ruimte, puntkomma en eventueel nog lege ruimte erachter. Dan heb ik op dat moment heb ik een stream van strings te pakken. Als ik daarnaar kijk, want dat zou ik al kunnen doen. Ik kan die stream printen. En hier maak ik gebruik van een method reference. Printline methode van system.out. En als ik dit programmaatje laat lopen, dan wie heeft een idee wat er gebeurt? Exception of niet? Even inzet. Wacht een exception of wachten we geen exception? Zijn we er nog? Er zijn nog een paar studenten. Dat is fijn. Ik verwacht dat ik... Ja? Wel nee, als het niet bestaat, maar als het bestaat, vrees u ja. Precies, als het bestand niet bestaat, dan krijg je een exception. En dat zal nu ook gebeuren. Dus als ik deze demo 3 laat fietsen. Come on. Oh, dat is het foute knopje. Dit knopje. Als ik de demo 3 laat lopen, dan zal ik weer zeer waarschijnlijk een exception krijgen. Omdat dat bestand niet bestaat. No such file exception. ./students.csv bestaat niet. Dat kunnen we natuurlijk wel vrij eenvoudig verhelpen. Door vanuit de templates students naar demo het bestand kopiëren. Het programma nog een keer uitvoeren. En dan zie je dat er zometeen een array, een array, oops, dat is niet goed gegaan. Ah, ja, dat klopt. Als we goed kijken, staat hier students met een S. En hier heb ik getypt student zonder S. Dus eventjes hier een S'je bij. Dan klopt de verwachting met de werkelijkheid. En zo kunnen we ervoor zorgen dat het programmaatje dan wel loopt. En er gebeurt helemaal niks. Waarom gebeurt er niks? Dat is goed dat ik dat zo fout gedaan heb. Komt omdat ik aan deze stream geen terminating operation heb staan. En zolang als ik geen terminating operation heb, gebeurt er met zo'n stream helemaal niks. Die wordt wel gedefinieerd, maar die lopende band, die loopt niet. Die kan ik alleen maar aanzetten door daar aan het einde een motor, een terminating operation achter te zetten. Bijvoorbeeld zoiets als een collect. En dan to list. Oeps, oké, die punt komma hoeft daar niet. Oeps, die punt komma hoeft daar niet, want die stond er al. En even kijken. Waarom zit hij hier te zeuren? Een punt komma expected. Heel goed, dankjewel. Goed gezien.
Jullie zien het beter dan ik. Dan heb ik alleen nog maar een import te doen. Die is al gebeurd in de tussentijd. Dat was de... Oh nee, daar moet er nog een. Ctrl-Shift-I. Dat is de collectors.toList importeren. En als ik dan mijn programmaatje uitvoer, dan heb ik dus die motor aan mijn lopende band gehangen. En dan kan ik er wel voor zorgen dat die loopt. En dan zul je zien dat hier al aan de string arrays voorbij komen. En dit is, je ziet dat die toString methode van een array heel erg barbaars zou ik bijna zeggen is. Er staat niks anders dan dat het een rechte haak is. Dat betekent string. En in die string zitten Java lang string dingen. Dus dat zijn strings. En die hebben allemaal een eigen hashcode. En die hashcode staat hier achter het apenstaartje. Dat is dus niet zo heel erg spannend. Maar laat ik daar zo meteen maar studentobjecten van maken. Even kijken. Ja, nou, misschien ga ik dat toch ietsje anders doen. Want ik wil weliswaar een peak doen. Maar die peak operatie wat ik daarmee doe is, ik heb nu een array. Je ziet dat ik hier een stream van strings heb. Een stream van arrays van strings heb. Zo. En dat betekent dat ik die dingen een array naam kan geven. En ik weet dat op de tweede positie staat dan de naam. En die kan ik printen. System.out.println. En dat een ronde haak erachter. Dan gaat dat denk ik goed. Dan heb ik dus de tweede kolom in mijn CSV-file geprint. En als ik dat nu doe, dan zie ik als het goed is namen voorbij komen. Het zijn voor- of achternamen afhankelijk van de volgorde waarin het gedefinieerd is in dit bestand. En er gaat wat mis. Array index out of bounds exception. Hey, dat is leuk. Dat is leuk. Je ziet ook dat je dus andere exceptions kunt krijgen. Hier heb ik even buiten de waard gerekend. Dit zou een split operatie moeten opleveren. En dat levert dan een stream van strings op. Maar ik kan blijkbaar niet in alle gevallen op positie 1 van dat array zaak benaderen. Dan laten we eens even kijken wat in dat studentsbestand staat. Het zou zomaar kunnen zijn dat... ik heb gelogen. Je ziet dat ik... in dit studentbestand heb ik een komma gebruikt als scheidingsteken. En ik had gedacht dat het een punt komma zou zijn. Dus hier gaat het al lekker mis. Dat betekent dat dat scheidingsteken wat ik erin gestopt heb, dat werkt niet. Ik moet dat vervangen door een komma. En dan zal ik wel al die zaken kunnen zien. Dus wat ik moet doen, is hier op deze plaats die punt komma vervangen door de komma. Dan heb ik het juiste scheidingsteken te pakken. En nou, als we een beetje mazzel hebben, gaat dit nu wel werken. Ja, we zien hier namen voorbij komen, voornamen zo te zien. En ook het eerste stukje, daar zien we... Nee, het begint bij Malvina. Dus dat lijkt me allemaal goed te gaan. Nou ja, we hebben dus met die peak-operatie gekeken wat er voorbij fietst. Maar ik wil van deze arrays van strings wil ik studenten maken. En hoe kan ik dat doen? Nou ja... ik kan daar studenten van maken door bijvoorbeeld een constructor aan te roepen. Maar wie weet nou het beste hoe ik daar een studentobject van kan maken? Welke klasse zou ik dat willen vragen? Kan ik hier studenten van maken? Voor each. Lief? Voor each bedoelt u dan? Nee, ik bedoel aan welke klasse, niet aan de methode, maar aan welke klasse van deze vier klassen. Ik heb nu demo 1, 2, 3 en ik heb nog een studentklasse. In dit voorbeeld staan. Welk van die vier klassen kan ik nou het beste vragen of ik van een array van strings een student kan maken? De studentklas natuurlijk. Ja, dat lijkt me de meest evidente plaats. En je ziet ook dat in deze studentklasse, daar zit op de eerste plaats een methode in die maakt van die studenten, die kan van die studenten van die array van strings, dat zie je hierboven gedefinieerd, kan die studenten maken door het eerste element om te zetten van string naar integer, het tweede element van simpelweg te laten zoals het is, de derde ook, want het zijn allebei namen,
Het derde element, en ik zie hier een plaatje gemaakt heb. Het derde element, dat is een datum. En dus dat moet je converteren van datum van local date, sorry, van string naar local date. Dan wordt dat een nette datum, zodat het past bij geboortedatum. En de laatste string in dit rijtje, die kan ik simpelweg overnemen door er geen enkele conversie op toe te passen. Dan moet ik even kijken of ik hier nog een hulpmethode ingezet heb. Die ervoor zorgt dat hij, voordat je deze conversie uitvoert, ook inderdaad een test kan doen. Dat kun je, dat zou je kunnen toevoegen en ook dat zou je aan de studentklasse kunnen vragen. Dat doe je in vele gevallen met een static methode. En die static methode die zegt boolean, is deze array geschikt om er een student van te maken? Als dat zo is, dan kun je daar een student van maken. En als het niet zo is, dan gooi je die lijn simpelweg van de regel van de band af, van de lopende band af, uit de stream. Ik ga deze methode toch maar gewoon aanroepen zoals die gedefinieerd is. En je zult zien dat hier ook nog fouten op kunnen treden op het moment dat, dat die informatie niet klopt. Bijvoorbeeld die integer parse en die local date.parse. Die hebben speciale eisen aan de inhoud van die string. En we kunnen zo meteen zien wat dat effect daarvan is. Even kijken, waar zijn we? In Demo 3 was ons hoofdprogramma. Dus we gaan daarvan studenten proberen te maken. Dus we hebben op dit moment arrays van strings. We gaan nu weer een map toepassen. Map. En die map is de methode die een student gedefinieerd is en die een string array neemt. En die heet student dubbelpunt. En als het goed is, dan zal die al een methode laten zien. Nou, dat doet hij niet zo fraai als ik gedacht had. De student van strings. Ik gebruik hier een method reference. Ik had het ook zo op kunnen schrijven. Even hier een tafel maken. Ik heb een array. En van dat array, daar doe ik dan student van string. Dat levert hetzelfde op. Het is precies dezelfde uitdrukking als die hierboven staat. Dus deze twee regels op 26 en 27 zijn equivalent. Dus of de een of de ander. De eerste is iets compacter in het schrijven. Dus dat kan de voorkeur hebben, hoewel het niet heel erg veel scheelt. Vervolgens kan ik die in een lijst laten zien. Maar voordat ik dat doe, piek ik nog even. En dat is wel zo handig. Even pieken. Deze regel weg. Dan even kijken. Dat is je ziet ook dat de compiler nu zegt van hey, je probeert hier een array access te doen. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. Ja. Maar dat kan ik heel eenvoudig repareren door deze A te vervangen. Deze A met rechte haken te vervangen door een simpele A. Maar laat ik dat ding dan ook maar een andere naam geven. Student bijvoorbeeld. En dat maakt het wel zo leesbaar. Ik kijk dus even voordat die studenten op de lopende band die collection ingaan, dus die lijst ingaan, kijk dan even naar prints op het scherm. En je zult zo meteen zien dat, dat die lijst, dat al die studenten langs fietsen. Als ze tenminste een fatsoenlijke toestring hebben. En dat ziet er redelijk uit, zoals je ziet. En datzelfde kan ik ook nog een keer vertonen door deze informatie op te vangen in een in een collection. Dus ik kan deze hele ketting van operaties op die stream, wat uiteindelijk een lijst oplevert, daar kan ik de resultaat toekennen aan een variabele. En dat doe ik weer door naar de eerste regel te gaan staan, op het lampje te klikken, assign return value to new variable, of alt enter in te klikken, en dan krijg ik hetzelfde. Dan zie je dat ik hier een student list variabele zou kunnen definiëren. En natuurlijk met deze student lijst variabele kan ik mijn lijst vertonen. Dat kan ik met een for each list doen bijvoorbeeld. En dan hier ook weer soort v die studenten vertonen. Het resultaat lijkt heel erg op wat ik hier al had staan. Omdat ik daar gepiekt heb en nu zie je dus twee keer studenten langskomen, één keer in de piek en één keer in uiteindelijk het uitlepelen van die lijst van studenten. Laten we even kijken deze uit, dan wordt het wat overzichtelijker en hebben we daarmee het einde van de les bereikt, denk ik zo'n beetje. Ja,
Je zult zien dat het lezen van bestanden een klein beetje complexer kan zijn dan het schrijven. Schrijven is altijd makkelijker. Hè? Zelfs als iemand die je schrift niet kan lezen, heb je toch geschreven. Maar lezen van informatie is complexer. Dus je leert niet schrijven, maar je leert eerst lezen en daarna schrijven. Althans, vaak samen natuurlijk. Maar lezen is wat complexer. Schrijven van bestanden in, zeker als je tekst schrijft, is dat eigenlijk al wat jullie al de hele tijd gedaan hebben, het hele semester lang. Jullie hebben steeds System Out Printline gebruikt en print en weet ik wat allemaal. De manier waarop de MOOC voorstelt om te printen gaat met een printwriter. Dat is vrijwel identiek aan het gebruik van een printstream. Printstream is het type van System Out. Dat betekent dus alle operaties die je al kent, dus print en printline en printf eventueel als je dat al gezien hebt met formatting, die kun je gebruiken en dat betekent dat het schrijven van bestanden altijd vrij eenvoudig is. Je zou dus ook vrij eenvoudig een programmaatje kunnen maken dat van een lijst van studenten weer die dat terug wegschrijft naar een CSV bestand bijvoorbeeld door al die delen van die namen van die student gescheiden met komma of punt komma of wat dan ook. Te schrijven naar de output, naar de out-variabele. Zijn er nog vragen? Nee, ik heb verder geen vragen. Geen vragen meer? Oké. Dan zou ik zeggen tot donderdag. Als er iemand is die nog een stick wil laten programmeren, meebrengen. De meeste van de Nederlandse klas hebben dat al gedaan, zover ik weet. Dus dat is een goede zaak. En dan zien we jullie donderdag weer. Mochten er vragen zijn, stel ze in de chat of anders via mail. Daar kunnen we er altijd wat van maken. Ja, prettige dag verder en tot ziens.